Adrie Poldervaart, 44 jaar, geboren in Oudehoorn. En sinds 91, sinds 92 fysiotherapeut van Excelsior. Een hoop trainers meegemaakt. En van één keer in de week naar nu elke dag als ze trainen. En van 2 uur per dag naar 4 uur per dag. Dus het is nog altijd wel een parttime functie. Maar ja, goed, meer dan leuk om te doen. En vooral bij deze club. 7. Kom aan, nog 3. Hup. Ja, als je 23 jaar zit en je hebt alles meegemaakt, zowel winst als verlies natuurlijk. Ja, dan zit dat wel in je club en ik heb prima naar mijn zin. Pas goed bij mijn praktijk, die zit hier op de Blaak. Hé, kom maar. Ja, het is een vakman. Het is, hij is bezeten van het spel. En het is ook een workaholic. Hij, hij wil het liefst 24 uur per dag wil hij met het voetbal bezig zijn. En uiteraard ook met het behandelen van spelers in zijn praktijk als fysiotherapeut. Ja, daarin wil hij echt het uiterste uit mensen en uit zichzelf halen. 11. Meer trippen doen, meer trippen doen. En per 13 juli ben ik hoofdtrainer van BVV Barendrecht. Een prachtig contract en 2 jaar met optie voor nog 1 jaar. En, nou ja, ik heb het over waardering. Ja, als je dat krijgt als debutant in de topklasse van zo'n grote vereniging, ja, dan is het snel goed bij mij. Ja. Om alles te bewaren. Excelsior thuis of in ieder geval uit naar Barendrecht. Dat is naburig. Dat is mijn fiets te doen, hè? Ik was daar nog niet zo heel erg mee bezig, maar ik bracht mijn kinderen naar de gym. En toen kreeg ik een berichtje van onze commerciële directeur, Wouter Gudde. Van, ik neem aan dat je deze wedstrijd laat lopen en zo niet, dan ben je je baan kwijt. Met een paar smileys erbij. Ja, en vanaf dat moment stond het dus in het boek Barendrecht Excelsior voor de 2e ronde voor de KNVB-beker. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf geen hele leuke loting vindt, omdat je dagelijks met elkaar werkt. En Adrie is eigenlijk een van ons. En moet dan met Barendrecht ook tegen Excelsior spelen. En voor ons is het ook een lastige wedstrijd, omdat iedereen verwacht dat je daar zomaar van wint. En ik heb Barendrecht natuurlijk al gezien. En dat is gewoon een ploeg waarin je de hand ook ziet van Adrie Poldervaart. Ja, dat is wel erg leuk. Laten we wel zijn. Hij zit hier elke dag in de kleedkamer en dan gaan we tegen spelen, dus ja, leuk. En de spelers die trekken dat vaak in een dolletje natuurlijk. Voor mij ligt het iets anders, omdat je, ja, kijk, hij weet natuurlijk ook alle ins en outs van het Excelsior-spel, hè, wat wij spelen, wat wij doen in verdedigend opzicht, wat wij proberen te doen in balbezit. Deze jongens kunnen vrij goed voetballen. Als je Messi 100 keer hebt zien spelen, dan weet je ook wat hij doet en toch trappen ze er nog in. Nou, speelt hier Messi niet, maar goed, dat is voordelen en natuurlijk kan je daar gebruik van maken. En dat zal ik ook niet nalaten om dat te gebruiken. Alles wat in mijn macht ligt als trainer, zal ik dus gebruiken om proberen te winnen. Hij heeft soms ook wel eens van die naalden, van die, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Dus, nou ja, iets in die trap van mij, drain kneeling of zo, of zoiets. En, dus ik, misschien dat ik dat oversla. Die expert zit te prikken die week. Tempo 3! Kom! Tik, laat liggen! Hup! 1, 2, laat liggen! Volgende! 1, 2! Voor ons is er maar 1 ding en dat is dat je die wedstrijd wint. En dan zal er wel weer wat geduld worden. Maar hier moet je ook afvragen wat er gebeurt als het anders uitpakt. Ja, dat is ook geen feest. Nee, want dan moeten wij ook verder met Adrie, terwijl we hem dan het liefst achter de tribune wegzetten. Als etalagepop. En zo zie je maar wat wij kunnen. Maar ik hoop dat jullie daar wel zelf van overtuigd zijn. Mochten wij het redden, ja goed, dan hoef je echt niet te denken dat ik hier als een, met vlaggen binnenkomt en noem maar op. Want dan ben ik gewoon weer Adrie Poldervaart. En dan moet ik gewoon weer zorgen dat we fit worden voor ADO Den Haag. En dan zal er van deze kant uit niks zijn van, joh, kijk maar eens eventjes of zo. Want ja, zo zit nou eenmaal de personen in elkaar. En dat zou ik ook ongepast vinden.